welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Stekel en ik zijn afgelopen week in Amerika geweest, Austin, Texas, South by Southwest Festival. Veel muziek, de laatste dagen was alleen maar muziek, daarvoor was het veel interactive, nieuwe media en de ontwikkelingen. Dus als ik eventjes naar de muziek kijk, we hebben nu een gast die gerelateerd is aan de muziek, Thomas van Beek. Jij bent van... We hadden net even over, is het nou EBOS of is het EBOS? Jij zei het is EBOS. Ja. Wat doet EBOS? EBOS, ons idee is eigenlijk dat muzikanten creatief zijn. Dat is eigenlijk al zwaar genoeg. Dus zorgen ervoor dat het zakelijke gedeelte een stuk simpeler wordt. Zodat je ook echt kan als muzikant echt kan focussen op het creatieve gedeelte. En daar hebben we een platform voor. Op die manier dat ze eigenlijk hun hele back-office, het klinkt altijd heel saai, maar eigenlijk agendabeheer, alles wat eraan gelinkt zit, kunnen ze in ons systeem doen, maakt het een stuk simpeler voor ze, houden ze het overzicht. Waarom wordt het daar simpeler van? Wat is er nu ingewikkeld aan? Nou, je moet eigenlijk kijken, het is vaak, muzikant is toch vaak een wat andere groep dan iemand die een ondernemer is of een bedrijf wil beginnen. Die zijn vaak heel erg vanuit het product gefocust, heel erg creatief georiënteerd. En vaak is het iemand die creatief is, heeft eigenlijk vaak niet zo'n zin aan het business gedeelte. Dus vaak is het ook een beetje een achtergeschoven kindje. En door het simpeler te maken, krijgen ze al wat meer mogelijkheden om het zelf te doen. Maar ook op het moment dat, wat er vaak gebeurt voor een muzikant is, die geeft het vaak eigenlijk uit handen. Het zijn andere partijen die het dan managers, daarbij gaan helpen. Boekingskantoren, allemaal dat soort... Ja, eigenlijk al die partijen. En dat zijn eigenlijk de partijen die aan de creatieve kant moeten zitten voor een artiest. Een artiest heeft eigenlijk een splitsing. Die heeft een creatieve kant en die heeft een zakelijke kant. Creatief moet je zoveel mogelijk vrijheid in hebben, zoveel mogelijk focus. Ja. En dat zorg je eigenlijk, dat krijg je eigenlijk op het moment dat je die twee dingen van elkaar split. Op het moment dat je creatief een keuze wil maken en je wil weg van je manager. Maar dat betekent ook dat eigenlijk je hele zakelijke achtergrond weg is. Dan maakt het een moeilijkere switch, wordt het een moeilijker verhaal. En op het moment dat je die twee dingen scheidt, kan je creatief veel makkelijker keuzes maken zonder dat het zakelijke... En maak dan eens heel concreet wat jullie in dat platform oplossen voor een artiest? Ja, dat is eigenlijk... Een artiest kan daardoor heel makkelijk zijn agenda beheren en zorgen dat iedereen geïnformeerd is. Dat is eigenlijk wat een Google Calendar ook al kan. Alleen het komt een stap bovenop waarbij je veel meer gelaagdheid met permissies kan maken. Dus je moet eigenlijk bedenken dat één artiest heeft vaak een hele groep mensen om zich heen en iedereen heeft een bepaald deel van de informatie nodig. En je wil zeker niet dat ze alles zien. Dat levert het in het verleden... Of... Geef eens een voorbeeld hoe dat dan werkt. Want niet iedereen weet hoe die artiesten werken. Je hebt eigenlijk een muzikant, die gaat naar een locatie toe. Dan heb je een lichtman en een geluidsman, die gaan bijvoorbeeld mee. Die moeten eigenlijk weten wat is aan techniek op de locatie. Ja. Wat kunnen we verwachten op het moment dat we aankomen. Hoe laat moet ik er zijn? Waar moet ik zijn? Ja, hoe kom ik überhaupt? Hoe laat moet ik er zijn? Kan ik ergens slapen als we er meer dan een dag zijn? Wat is er aan techniek en wat moet ik zelf meenemen? Hoe gaan we dat vervoeren? Ja. Eigenlijk dat hele verhaal. Maar die hoeven niet te zien wat verdient de artiest bijvoorbeeld. Die hoeft niet per se de hele toezicht te krijgen van de hele financiële administratie. Terwijl je bijvoorbeeld een boeker wil dat wel hebben, maar die hoeft ook niet al die techniek te zien. Ja. En zo heeft iedereen eigenlijk een groepje aan data wat ze nodig hebben, wat heel veel overeenkomt, maar wat voor iedereen wel een eigen vertical, eigenlijk een eigen groep is waar ze het uit moeten halen. En met ons systeem zorgen we dat je één plek hebt waar je het instopt. En dat het eigenlijk gefilterd voor elke partij op de juiste manier eruit komt. Dat zorgt al voor een hele hoop... Ja, minder hoofdpijn en een stuk makkelijker informeren van iedereen om je heen. En op het moment dat je, zeker als je het kijkt op grotere schaal, bijvoorbeeld boekingskantoren, die helpen daar ook bij mee. Op het moment dat jij als boekingskantoor 20 artiesten hebben die 4-5 keer per week optreden, dan komt er al, en je hebt daar, iedereen moet geïnformeerd worden, er moet gecommuniceerd worden met de partij waar je naartoe gaat. Ja, het wordt een redelijke brei van e-mails. Het worden veel cc's, iedereen heeft dan weer een moment dat iemand weer een nieuwe e-mail opstart. Dus na een tijdje is het een beetje... zoeken waar alles zit. De ene keer ben je met iets bezig voor 5 maanden, de andere keer heb je iets over een week. Ja. Dus waar ligt de prio? Waar ben je mee bezig op dit moment? Wat loopt er allemaal? En wat is de status ervan? Is in de praktijk heel moeilijk om dat te organiseren, het makkelijk te houden. En dan ga je eigenlijk al heel snel toe naar, dan moet je iemand hebben die je back-office gaat beheren. Ja, nu kun je dit soort dingen alleen bedenken en ontwikkelen als je die wereld heel goed kent. Komen jullie allemaal uit de muziek? Ja, niet allemaal. Ik en mijn founder wel. Ik heb een achtergrond, mijn broer is muzikant. Dus vanuit jongs eigenlijk altijd vaak een beetje meegekeken van hoe gaat het, wat gebeurt er aan de achterkant. Daarna veel fotografie en video gedaan, veel met muzikanten op pad geweest. Altijd de achtergrond van online gehad, dus ook een beetje gekeken van hoe kunnen we artiesten online krijgen. En vanuit daar heel veel gezien achter de schermen van wat
is artiest zijn eigenlijk. Je ziet ja. eigenlijk op het moment dat ze op het podium staan. En wanneer valt dan dat kwartje dat je denkt, hey, dit is echt iets wat we moeten oplossen? Ja, dat was met mijn nu co-founder Arvid. Die heeft een achtergrond als stage manager, tour manager. Dus veel op tour met artiesten. Ja. Die heeft meer dan 15 jaar ervaring nu. Precies, en achter de schermen. In de praktijk. Ja, we kennen gewoon muzikanten die letterlijk gewoon dozen met papieren hebben, ongeopende brieven met in de naam de koningin, in kassa's achter zich aan en puur eigenlijk gewoon gordijnen dichtgooien, dozen ergens wegschuiven en zeggen van ja, ik hou me er vanaf, ik ben bezig met mijn volgende album. En dat moet het ook zijn, maar dat levert wel constant stress, het blijft constant in je hoofd zitten, dus het remt ook heel erg op dat creatieve gedeelte. Ja, maar ben je eigenlijk overbodig aan het maken met jullie platform? Zijn dat de managers? Nee, we zijn niemand overbodig aan het maken. Dat is eigenlijk het mooiste. Dat zeggen jullie tegen alle partijen. We zorgen dat er meer tijd besteed kan worden. Ik durf, elke partij heeft waarde in wat ze doen. Maar elke partij is eigenlijk niet per se bezig met wat ze zouden willen doen. Dus een manager vaak is in de praktijk vaak bezig met wat ze vorige week gebeurt. Eigenlijk denk ik wat jij zegt, dus als ik even over mag doorpraten. Ja, want jij zou dit interview doen. Misschien wordt het tijd dat jij zo. Mooie link ook. Hij is de muzikant. Ja, ik zou zeggen, dat is al van, dat ben ik, maar dat is al van iets langer geleden. Maar ik heb het ook nog van iets dichterbij, mijn kinderen. De administratie ben je nog steeds niet heel goed in. Nee, sorry, maar dat is eerlijk gezegd, daarvan denk ik, dat maakt niet uit welke tools ze komen. Dat als je niet goed georganiseerd bent, word je het nooit. Maar goed, even niet terzijde. Wie maak je overbodig? dat was jouw vraag. Kijk, als je als artiest alles goed georganiseerd zouden hebben, dan zou je nu kunnen, denk ik, definiëren. We halen deze lagen tussenuit. Maar eigenlijk, volgens mij is eigenlijk de definitie een beetje dat het bij heel veel artiesten niet georganiseerd is zoals je het vanuit een bedrijfsperspectief zou bedenken. Ja. Ik lullig eventjes door. Mijn kinderen maken muziek. En ik maak me veel praktisch. Dat gaat best goed. En die hebben in Engeland hebben ze in Nederland hebben ze een boekingskantoor. In Nederland hebben ze iemand die promotie doet. In Engeland hebben ze een management. In Engeland hebben ze een agency. In Engeland hebben ze een lawyer. Het wordt wel een hele hoop. Dat doen ze nu per mail. Ja. Weet je, dat is gekmakend. Dus wat wil je? Ik heb tot nu toe tegen hun gezegd, maar daarom is het mooi dat we dit programma doen. Kijk bijvoorbeeld eens naar Basecamp. Basecamp is een samenwerkingsplatform. Zodat je kan zeggen van oké, dit is de groep management. Waar alleen het management toegang toe heeft. En jij zeg maar, mijn dochter die de dingen maakt. Dit is agency of zoiets. Zodat alle optredens gecoördineerd kunnen worden. Dit is de band. Als ik het eigenlijk hoor. Wat zeg jij? Behalve dat we daar nog veel andere dingen achter hebben. Is... Zou ik ook kunnen zeggen, jullie zijn Basecamp voor artiesten? Ja, Basecamp met een specialisme in muziek. Ja. Omdat er toch wel, er zitten nog wat dingen in waardoor we iets meer de diepte in kunnen. Waar Basecamp denk ik iets meer het algemene management, het organiseren. Voor alle bedrijven. Hè? Het is ja, ik denk dat wij wat dieper kunnen gaan omdat we ons iets meer op een niche focussen. Maar ja, eigenlijk is dat wel de basis, het organiseren. Er komen zeker bij muzikanten, wat je net al vertelt, heel veel dingen bij kijken. Dus eigenlijk het stroomlijnen van communicatie maakt dingen zoveel makkelijker. Bij een beginnende artiest is het op het moment dat je boekingskantoor in dezelfde stad zit, dan bel je ze op of je mailt even. Maar je ziet zeker bij grotere muzikanten, zeker met het internet tegenwoordig, dat ook op het moment dat jij als muzikant de hele wereld overgaat, dan heb je niet meer één boekingskantoor. Dan heb je een boekingskantoor in Nederland, je hebt een boekingskantoor in Amerika, eentje voor Zuid-Amerika. Dat is steeds ingewikkeld. Je hebt het zo erg verspreid en iedereen werkt in een andere tijdzone, maar iedereen moet wel in jouw één agenda gaan werken. Maar iedereen heeft weer een eigen systeem waar ze vandaan komen. Dus op het moment dat je dat centraliseert, makkelijker maakt, zorgt het er ook dat iedereen niet bezig is met constant informeren van elkaar. En de tijd die overblijft gaan we dan daadwerkelijk naar de toekomst werken. Maar je bent gewoon met de toekomst bezig. Op het moment dat jij het invoert voor jezelf, kan de rest ervan mee profiteren. En ga je gewoon door met waar je mee bezig bent. Dus het zorgt voor een stuk meer focus. Hopen we, horen we ook dat er een stuk meer gebeurt. Dat haalt het gewoon eigenlijk het werken aan, haalt het weg. Je bent echt daadwerkelijk bezig met wat eigenlijk waarde creëren is. Hey, waar staan jullie nu? Jullie hebben een van de eerste, volgens mij, investeerders in jullie platform was Tom Holkenborg, Junkie XL. Ja, we hebben een aantal... Anderhalf jaar geleden hebben jullie Venture Capital we zijn voor 2 ton, meen ik, of zo? Ja. Ja, dus we hebben nu in totaal ongeveer 500.000 opgehaald. Ja. Grotendeels angels, een deel vanuit het
techkant, een deel vanuit de muzikantenkant. Ja. Voor ons heel interessant om ook het netwerk erin te hebben en specialisme om mee te kunnen praten. En Kieran als VC inderdaad voor onze eerste seedronde. Ja. En daarmee zijn we nu druk aan het bouwen, dus we zitten nu met 8 man. In totaal hebben we ongeveer 5000 artiesten in het platform. Inmiddels 5000? Ja, meer dan 500.000 aan boeking in ons systeem wat erin zit. We zitten in meer dan 40 landen. En eigenlijk is nu op het moment dat we zijn eigenlijk de afgelopen 3 jaar heel erg bezig geweest met het product. Maar dan ben je hartstikke, dat gaat dus hartstikke goed. Ja, ja. Je hoort mij ook niet en klaar. Is dat word of mouth? Doen jullie veel marketing? Ja, we doen we doen eigenlijk nul marketing nog. We zijn vorige maand een stagiair bij ons begonnen. En zijn we echt marketing aan het opstarten om iets meer op schaal te gaan zitten. Met een stagiair, hè? Even voor de goede orde. Ja, rustig aan. Ja, we zijn een start-up. We gaan een beetje proberen en kijken wat er gebeurt. Maar we zijn heel erg vanuit, het is een groot netwerk. Maar met zoveel artiesten al aan boord, neem ik aan dat jullie inmiddels ook flink omzetten. Hoe ziet dat businessmodel eruit? Ja, het is een SaaS-pakket. We hebben eigenlijk twee software platformen. Software as a service, voor wie dat ja, iedereen. Het is een abonnementsmodel, je betaalt per maand. Voor de artiesten proberen we het laagdrempelig te houden. Dus zeggen we €39 in de maand, krijgen eigenlijk het hele systeem, alle features die erop zitten, unlimited users, nodig iedereen uit. En we hebben ook een systeem voor de boekingstak. En dat is afhankelijk van hoeveel artiesten boek je. Dus hoe groot is eigenlijk je stal. Ja. En vanuit die kant kunnen ze ook gewoon betalen. Dus tussen de €99 en €2,99. Ja. Dus het is relatief betaalbaar. Zeker voor de artiesten. Ja. Maar is dat voor jullie het stadium waarin jullie zitten, verbrand je nog veel geld? Of, we verbranden nog iets meer dan dat we binnenkrijgen. Ja. En dat is ook een doelbewuste keuze, omdat we gewoon de juiste dingen willen doen. En heel erg gefocust zijn op product. Niet per se alleen nog maar op schaal. We willen niet alleen maar iedereen naar binnen halen en uiteindelijk weer dat ze weg gaan lopen. Dus we zijn heel erg bezig met, pakken we eigenlijk de hele wereld op de juiste manier? Zien we de problematiek op een goede manier en hebben we het product daar goed voor? Daar zijn we nu eigenlijk wel. Prominente klanten die je mag noemen? Ja, we hebben heel divers. Dus we hebben hekwerk met Joep van het Hek, Jochem Meijer. Nederlandse bands als Direct. Grote DJ's als Armin van Buren, Hardwell, Afrojack. Maar ook artiesten als 50 Cent, Wiz Khalifa worden in ons systeem geboekt. Wow. Dus het, is, ja, het zijn mooie namen. Het zijn mooie partijen om samen met ons te hebben. Maar er zijn nog een hele hoop. Maar het fascinerende van deze wereld is. Kijk, wij zitten hier normaal heel vaak met start-ups. En daar ben jij, zeg maar, zelf een voorbeeld van. Je zou kunnen zeggen. Een goede muzikant ziet zichzelf als een start-up. Ook met de, maar dat is natuurlijk niet zo. Het zijn eigenlijk mensen die willen muziek maken. En die hopen dat ze succesvol mee worden. Maar eigenlijk alles wat er omheen komt. Is eigenlijk niet hun ding, hè? Nee, je zet hem in de kamer, laat ze muziek maken en zorg dat het op de juiste plekken terechtkomt. En de optredens wil ik doen. Ja, en dat maakt hem natuurlijk ook best wel heel ingewikkeld. Ook denk ik, is in de sales, pas als het ingewikkeld voor ze wordt, komen jullie eigenlijk een beetje in beeld. Ja, en dat is ook onze uitdaging. Ja. Dat is eigenlijk ook een beetje het why, van waarom zijn we dit gestart. Dat is ook een beetje het idee van waarom is onze artiestenpricing relatief laag tegenover de agency pricing. En dat is juist heel erg, omdat ons doel is ook, begin meteen goed. Maak meteen eigenlijk op het moment dat je het idee hebt van ik ga als muzikant aan de slag. Ik treed soms op. Zorg dat je het gaat organiseren meteen, want dat maakt het zoveel makkelijker. En vaak zie je ze pas eigenlijk met hoofdpijn bij ons komen van ja, ik heb nu hoofdpijn, kan je het weghalen? Dan kan het, maar dan is het best wel even een proces om het even allemaal op de juiste manier te ordenen. Maar ja, voor ons is het nu een heel grote uitdaging van hoe zorgen we dat degene die nog niet zoveel hoofdpijn heeft, maar wel langzamerhand die stapeltjes papier begint op te stapelen. Hoe zorgen we dat die op dat moment eigenlijk al begrijpt van wat is de waarde van... Ja, maar als ik nog even uit eigen praktijk mag doorpraten. Dus ik zei dat zo tegen mijn dochter, weet je wel. Ik nam even voorbeeld Basecamp, ik ken die onvoldoende. Toen dacht ik van oké, wie kunnen we nou overtuigen? Want er zijn heel veel partijen bij betrokken. Het werkt alleen maar als iedereen... Nou, ik zou zeggen, het werkt beter als iedereen meedoet, hè, ja. In het systeem. Ja, hoe meer mensen, hoe makkelijker het gaat werken. Dus ging ik kijken, dacht ik van, nou ja, weet je wel, die manager, die kunnen we overtuigen, want het is hun belang. Jij bent artiest, zei ik tegen mijn dochter. Dat band kan ik ook overtuigen, want die moet toch een agenda, een kalender hebben, kunnen ze met Google doen, maar dan hebben ze jou weer nodig. Maar dat agency in Engeland, die hebben 500 artiesten misschien, of 200, maakt niet uit, maar die hebben veel artiesten. Ja. Dus die willen niet met ieder artiest een ander systeem hebben. Zo geldt voor een paar partijen. Dus je hebt een aparte prijs voor artiesten, maar zijn zeg maar die overkoepelende dingen, de agencies, et cetera, wie zijn jullie belangrijkste target klanten? Ik zou denken die laatste. Ja, op dit moment de agencies. Ja. Agencies, dat zijn eigenlijk gewoon bedrijven, er zitten een hele hoop mensen, die hebben een hele hoop werk te doen.
Dus daar is voor ons de pitch ook een stuk makkelijker van. We kunnen je bedrijf een stuk effectiever laten lopen. We kunnen je serviceverlening naar je artiesten een stuk beter maken. We kunnen eigenlijk alles wat je op dit moment doet een stapje naar boven. Dat snap ik allemaal. Maar is het dan ook pas eigenlijk zo dat als zowel de artiest als de agency bij jullie zit, dat het dan gaat werken? Nee, op het moment dat de agency het heeft, is het al super waardevol voor de artiest. We hebben een hele hoop artiesten die echt met een glimlach rondlopen. Als de artiest het heeft en de agency niet, dan blijft het toch een probleem houden. Dat is een iets grotere stap. Er zijn wel een aantal artiesten die dat doen en waarbij ze zeggen van mijn live agenda, stuur maar gewoon door. Dat zit in mijn Google en die koppelen erbij. Dus ik gooi ze over elkaar heen. Maar mijn complexiteit ligt vooral in mijn oefenruimte, momenten. Wanneer heb ik PR-meetings? Wanneer ben ik bezig met een nieuwe studioalbum? Wanneer heb ik een samenwerking? Dus daar heeft het ook al veel. Maar uiteindelijk is het sterkst als we de beide partijen erin krijgen. Dus daarom mikken we eerst vooral op de agencies en vooral bezig met de grote partijen waarbij we zeggen van ja, wat is je problematiek? Hoe kunnen we zorgen dat jij je artiesten beter gaat informeren? Dan krijgt die artiest eigenlijk al een beetje het probleem van het overzicht, wordt al een beetje opgelost. Die krijgt een app waarbij die een stuk makkelijker zijn informatie kan zien. En vanuit daar ook een beetje het bewustzijn creëren van hey, hier kan ik eigenlijk met mijn eigen bedrijf voort gaan borduren. En op die manier proberen we eigenlijk over de hele wereld uit te rollen. En hoe zie je dan de volgende stap? Want de volgende stap is bijvoorbeeld, oké, je bent artiest, het gaat ineens best lekker. Er komt een beetje geld binnen. Nou, dan begin je, weet ik veel, een stichting of iets anders. Dan moet je dat beetje geld dat binnenkomt, moet je ook weer verantwoorden. Boekhouding komt erbij. Ja. Zijn jullie ook het boekhoudpakket van de toekomst? Of gaan jullie dat worden? Nou, niet het boekhoudpakket. We willen niet te ver gaan. We zitten wel, facturatie wordt op dit moment in ons systeem gedaan en contracten worden opgemaakt in ons systeem. Dus we hebben wel koppelingen met boekhoudpakketten. Dus eigenlijk, je hele financiën wordt bij ons in het systeem gedaan en het gaat uiteindelijk naar een boekhoudpakket die alle dingen die je nodig hebt uitrolt. Dat is ook een beetje tot waar we willen zitten. We zien nog wel heel veel winst in bijvoorbeeld de transacties die gedaan worden tussen de promotor, dat is de kopende kant, een festival, een club, en de artiest. Daar zien we nog wel heel veel dingen die makkelijker gemaakt kunnen worden. Maar we hebben ook, ja, we zijn een redelijk groot pakket. We kunnen veel dingen doen en we kunnen eigenlijk alles heeft wel waarde als we het er weer bij stoppen. Maar we willen niet te breed gaan. Dus we gaan niet per se in de diepte op een boekhoudpakket. Zeker omdat je over de hele wereld zit, belastingregels. Ja, daar ongelooflijk ingewikkeld. Ja. Nee, alleen al die koppelingen worden we soms... Dat is niet het grootste passieproject wat we doen, laat ik het zo zeggen. Dus we zitten heel erg te kijken van tot waar willen we. En dat hebben we nu als product hebben we ook wel een bepaald... We willen de communicatie versimpelen. We willen eigenlijk daarin alles doen. Maar bepaalde specialismen of bepaalde afrekeningen, eindproducten... Daar zijn andere pakketten zijn er super goed in. En gebruik die daar ook. Dan maak je er een koppeling. Zorgen we dat het in ieder geval of uit ons systeem kan komen... op een manier waarop het systeem ermee verder kan. Of we leggen een directe koppeling. Waardoor je er eigenlijk ook geen hoofdpijn meer voor hebt. Dus wat is jouw, zeg maar, 1 of 2 zinnen pitch naar artiesten of labels of management? Waar ligt je, om even aan te geven ook waar jullie grens ligt? Wat willen jullie zijn? Ja, eigenlijk, als er iemand is die met achtergrond van Basecamp, is Basecamp een heel mooi voordeel. Ja. Maar eigenlijk is het hele zakelijke aspect van het muzikant zijn, dat versimpelen we, organiseren we. Waarvanuit je daar eigenlijk alle keuzes kan maken en alles kan doen. Maar vanuit controle en vanuit rust. In plaats van uit plukken wanneer je weer iets moet doen. Ja. Dat is heel simpel de pitch. Ligt ook heel erg vaak in welke case. Dus het is ook best een moeilijk verhaal soms. Zeker omdat ik al vertel met die artiesten die het niet altijd nog zien. Wordt het een wat uitgebreider verhaal. Dus ik heb niet een heel sexy uber één zin pitch op die manier. Maar even vanuit, nogmaals vanuit mijn eigen positie. Bij jullie zit er ook in een soort van... to-do's of zoiets. Of je kan ook Je maakt bijvoorbeeld een event aan. Dan waar is het? Hoe laat is het? Wat zijn er bepaalde dingen? Dan hebben we de technische voorbereiding. Dus waar kan ik parkeren? Hebben we een microfoon daar? Moet ik het zelf meenemen? Ja. Hebben we eten daar? Dan is het eigenlijk de hele logistiek. Dus hoe komen we erheen? Vluchten, hotel, overnachtingen. Worden we opgepikt of hebben we een auto te huur? Een stukje ticketverkoop wat we erin hebben zitten. En vanuit daar dan de contacten genereren met al die afspraken erin. Zorgen dat het altijd op een strakke manier zit. In plaats van dat je constant in je Word document moet zoeken welke dingen je moet updaten en welke niet. En al die informatie die dan centraal staat, gaat dan ook naar de juiste mensen toe. En nog een vraag van Johan Schaap. Wel relevant, want jullie zeiden net dat je nu eigenlijk pas begint met serieuze marketing. Johan vraagt, ik denk dat het lastig is om artiesten te krijgen als klant. Hoe doen jullie dat? Hoe benader je een artiest? Ja, het is veel op dit moment social media. Artiesten zijn best actief op social media. Je ziet ook dat een artiest steeds meer eigenlijk direct contact krijgt met zijn fans. Dus ook steeds meer zelf. Bijvoorbeeld een Instagram is redelijk populair onder veel artiesten. Ja, dus dat is voor ons ook nog een grote vraag. Maar dat is op de juiste plekken zijn waar muzikanten komen om info.
Dus het is bijvoorbeeld een Eurasonic Noorderslag, dat is bijvoorbeeld de South-by-Southwest. Die conferenties willen we aanwezig zijn. Dit jaar niet, vorig jaar wel. Okay. We hebben vorig jaar een hele hoop opgedaan, een hele hoop mensen leren kennen. En dit jaar zijn we vooral eigenlijk een beetje gezegd, laten we ons hoofd naar beneden doen en gewoon even gaan. Want we weten eigenlijk wel, maar we moeten je gewoon weet wat meters je wil, gaan maken. Je moet het gewoon doen. Ja, laten we even wat stappen zetten en dan kunnen we weer veel rond gaan praten. En het is direct targeten van de juiste mensen en zorgen dat ons verhaal op een goede manier. Dus het is vooral, we zijn nu vooral aan het kijken van hoe kunnen we content creation doen. Hoe kunnen we voor een beginnende muzikant begrijpelijk maken wat voor soort deals heb je bijvoorbeeld. Hoe kan je zorgen dat je als muzikant winstgevend wordt. In plaats van dat je afwachtend aan de zaal gaat wachten. Er zit best wel veel wat een muzikant zelf kan doen. Op die manier informeren willen we ze eigenlijk de eerste stap naar die professionaliteit laten zetten. Maar dat is jullie de marketing is eigenlijk, ze helpen hun business, dus aanhalingstekens, makkelijker. Ja, wat je nog niet eens genoemd hebt, om het heel concreet te maken wat jij zegt. Dat ik las ergens in de beschrijving van jullie platform dat je ook tools biedt om automatisch op je website je lijst met concerten voor de komende periode te publiceren. Je Facebook-account geautomatiseerd te voeden met... Ja, al je communicatie. Dus bijvoorbeeld als je bij een hardware dus site zit. Ook voor een groot gedeelte faciliteren natuurlijk ook de marketing van de artiesten. Ja, eigenlijk het hele gedeelte wat in ons systeem zit is data. En dan kan je heel makkelijk... Wij kunnen het er heel makkelijk uitgooien. Dus bijvoorbeeld al je live shows staan in ons systeem. Dus maar die kun je echt geautomatiseerd op je website eruit sturen. Ja, we hebben gewoon open API. Dus bijvoorbeeld een hardware heeft een hele site. Heb je een grote wereldkaart met geolocaties. Zetten wij het allemaal automatisch neer. Dat komt één op één uit je Ja, en die heeft hem ook op Facebook een koppeling staan. We hebben bijvoorbeeld een Benson Town die kijkt naar wat luister jij op Spotify. Is die muzikant binnenkort in jouw land of in jouw stad? Dan gaan we jou daarop attenderen. Hebben we ook een directe koppeling mee. Je hebt Fangage, die zorgt bijvoorbeeld dat eigenlijk je hele social media, alle mensen zich in kunnen schrijven voor extra content. En daarmee verrijk je eigenlijk je fans. Waardoor je kan zeggen, ik heb 2000 fans in Singapore. Op het moment dat je bij ons in het systeem ziet van ik ga naar Singapore... Maar de kaartverkoop loopt nog een beetje tegen. Kan je via die integratie ook zorgen dat je bijvoorbeeld iedereen in Singapore even een sms'je stuurt. Van hé, ik ben er over 2 weken, kom je ook langs. En op die manier eigenlijk alles wat we zien van we zorgen dat we eigenlijk de core, eigenlijk je ruggengraat van je bedrijfsvoering in het systeem hebben zitten. En zorgen dat we die er ook makkelijk uit kunnen krijgen om al die kleine taakjes, ik moet ook nog even de website updaten. Ja, het staat nog niet op Facebook of het is weer gecanceld. Het zijn heel veel kleine taakjes. Gewoon zorg dat het op één plek staat en wij zorgen dat het op de rest. Iemand zorgen, de artiest, maakt het leven eenvoudiger voor, voor de artiest. Ja. Dat is het idee. En jullie zijn nu een paar jaar bezig. Ik vond dat je indrukwekkende cijfers nu al overlegt. En nog niet winstgevend. Waar sta je over 2 jaar? Wat is jullie ambitie? Uiteindelijk eigenlijk een beetje waar we nu staan, maar een stapje groter. Dus we willen een stuk meer voet aan in Amerika krijgen. Dat is uiteindelijk waar de grootste dingen zijn. En we willen eigenlijk het stukje transacties en data willen we nog meer laten gaan zeggen. Dus we krijgen eigenlijk een hele hoop data op dit moment binnen. Maar we kunnen daar uiteindelijk nog een hoop meer mee zeggen. Op het moment dat we al die data wat meer over elkaar heen kunnen leggen. Bepaalde patronen kunnen herkennen. En je iets meer een educated guess kunnen maken op het moment dat je op een soort splitsing staat. Er zijn best wel veel artiesten die kunnen zeggen. Ik kan best wel veel geld verdienen op het moment, vooral voor DJ's. Als ik 2 of 3 optredens per avond doe. Dan ga ik naar een aantal clubs in Nederland. En dan verdien ik gewoon best wel wat geld. Maar ik ben niet per se aan mijn carrière aan het bouwen. Of ik kan naar Engeland gaan. Dan speel ik 1 avond in een of andere underground tech club. Voor wat minder geld. Maar ik verdien niet zoveel. Ik heb misschien nog wel wat extra kosten. Maar wanneer is het breekpunt dat interessant is om mijn carrière ook internationaal op te gaan bouwen? En wanneer is het interessant om eigenlijk nog een beetje de buffer op te bouwen om die stap te kunnen maken? Dat klinkt allemaal heel mooi. Maar waar baseer je dat dan op? Welke data is daarvoor relevant? Ja, eigenlijk alle data, dat is ook nog een beetje een onderzoek wat we aan het doen zijn nu. Maar eigenlijk alle data die we opbouwen. Dus we weten waar speel je, met welke mensen speel je nog meer. Dus wat is eigenlijk een beetje jouw line-up? Waar kunnen we het mee vergelijken? Wat verdien je op zo'n plek? Hoe snel is je groei gegaan? En dat kunnen we best wel anonimiseren. Een beetje de basislijn herkennen en daar tegenover andere partijen vergelijken met je andere klanten ook eigenlijk. Nou, eigenlijk wat meer anonimiseren en wat meer kijken van wat is de lijn waar je naartoe gaat. En is dit... In jouw genre bijvoorbeeld het moment dat je kans maakt internationaal? Of moet je echt gewoon in Nederland blijven en gaat het eigenlijk goed op wat je doet? Wie zijn je concurrenten in Nederland en internationaal? Ja, we hebben een aantal wat oudere partijen die eigenlijk dit idee deden in... Ja, eigenlijk wat meer, wat formuliertjes nog. We hebben er een in Duitsland, we hebben er een in België zitten. Maar we hebben eigenlijk 1 andere grote concurrent, Gigwell, in Amerika. Komen vanuit Y Combinator.
En die doen op dit moment redelijk hetzelfde, een beetje hetzelfde idee wat wij doen, alleen dan vooral gericht op de boekingskant, niet echt op de artiestenkant. En dat zien we eigenlijk als enige echt grote concurrent op dit moment. Ja, en is dit een winner-takes-it-all platform situatie? Of kunnen er dingen naast elkaar bestaan? Ja, dingen kunnen altijd naast elkaar bestaan. Ik weet niet of dat uiteindelijk dan de grootste winst oplevert. Maar ik zit even hoe meer data je krijgt, hoe meer artiesten, hoe... Weet je, dat vliegwiel gaat natuurlijk vanzelf draaien. Ja, ik denk dat ons systeem, hoe groter het wordt, hoe sterker het wordt. Hoe meer info we hebben. Dus ik denk wel uiteindelijk dat er één partij is die een beetje de main supplier kan gaan worden. Ja, maar het hoeft niet. Dus nee, het hoeft niet per se. Als je het organisatorisch natuurlijk niet, natuurlijk. Nee. Het stukje van hoe organiseer ik een band, daar heb je geen winner-takes-all voor nodig. Maar nee. Analyse van overkoepelende data, dat helpt als je groter bent. Ja, steeds meer de waarde van een platform worden. Ja. Steeds meer service buiten de back-office gedeelte. Dan zou het steeds belangrijker worden dat wij een grote partij worden. En dan kunnen we ook meer op het moment dat we wat schalen. Je zei net dat je dat nog aan het onderzoeken was. Hè? Dus zeg maar van dingen van advies aan artiesten. Van moet je nou 1 keer in Londen voor minder geld of 5 keer in Nederland voor wat meer geld. Daarvoor is Spotify data natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk. Want daar hebben wij het heel vaak over. Hè? Dan kun je precies zien waar je fans zitten, tot op stadniveau. Hebben jullie daar toegang toe? Niet naar Spotify. We zijn wel bezig met Spotify. Live data wordt bijvoorbeeld door Songkick aangebracht. Dat is een beetje hetzelfde idee als de Bands in Town. Dus we zijn wel met die partnerships bezig aan het kijken van hoe kunnen we onze 2 producten samen neerleggen en hoe kunnen we daar waardevermeerderingen maken. Hoe kunnen we nog meer info krijgen. Dus inderdaad, wij zitten heel erg op de artiestenkant. Ja. Er is best wel een groot consumentendeel met heel veel info. Op het moment dat die dingen tegenover elkaar kunnen leggen, levert dat superveel inzicht op. Ja. En brengt het eigenlijk een beetje het echte leven, de fysieke plek optreden, kan je dan ook echt opbouwen vanuit je online data. Dus daar zijn we wel, daarmee hebben we ook bijvoorbeeld vorige South by Southwest, hebben we toen ook met Benson Town gezeten, dat is best wel een grote partij uit Amerika. Ja. En daar hebben we dan ook een partnership mee opgebouwd, supergoed contact mee, waarop we dan als eerste stap de integratie hebben. En vanuit daar ook kunnen kijken zijn van wat kunnen we daar nog meer, hoe kunnen we elkaars product nog sterker maken door eventueel te koppelen op bepaalde punten. Ja. Maar goed, ik vind het een mooi verhaal. Ik ook een mooi verhaal. Maar goed, laatste vraag. Mijn dochter zit nog in de proefperiode bij Basecamp. Dus wat raad je haar aan? Overstappen. Kom eens langs. Ja, nee, daar kunnen we een prachtige optie voor. Ja, ja. Een retorische vraag. Ja, dat is ook belangrijk, toch? Ja, nee, die zijn er voor niks bedacht in het leven. Ja. Hey, dat moet helemaal goed komen. Ja, heel erg bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. We danken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes. We danken Jetstream voor de mogelijkheid dat jullie live kunnen meekijken. We danken PQR voor de hosting van de website. En we bedanken natuurlijk zoals altijd Freedom Lab voor de locatie. Mooi bedrijf. Dat was hem voor vandaag. Stik, heb je nog een beetje last van je jetlag of niet? Nee, helemaal niet. Ik heb helemaal niet. Het is gewoon een leugen, jetlag volgens mij. Nee, maar ik heb een temperatuur jetlag. Kan dat ook? Heb je het warm? Nee, de week voordat wij naar Austin gingen. Oh ja, die heb je heel erg. South by Southwest was ik in Noorwegen, was min 25. Ja. Toen gingen we naar Austin, dan was het plus 30. 55 graden. Oh ja. Het verschil. En toen vlogen we weer terug maandag, landen we op Schiphol, was de gevoelstemperatuur weer min 10. Ja, nee, dus dat is te extreem. Ik ben fysiek niet helemaal... Nee, die snap ik helemaal. Volgende week is alles weer oké. Dank jullie wel. Dag.